Welkom bij deze nieuwe video. Sinds jullie op de hoogte zijn van het feit dat ik pruiken draag, krijg ik continu berichten, vooral via Instagram, welke pruiken ik draag, waar ik ze haal, hoe ik ze doe, etc. Ik had het niet per se verwacht, maar ja, obviously zijn er meer mensen die pruiken dragen. Voor de mensen die zich nou afvragen van, hey, waarom draag jij pruiken? Ik heb een half jaar geleden gehoord dat ik kanker heb en door alle chemo's is heel mijn haar uitgevallen en moest ik aan de pruiken. Ik heb er ook een hele video over gemaakt als je het hele verhaal wilt horen. Dus vandaag ga ik het gewoon hebben over mijn pruiken, want ik zou Sarah niet zijn als ik van een negatieve situatie niet iets positiefs maak. Dus ik dacht, aangezien ik nou pruiken moet gaan dragen, ga ik er ook gewoon echt plezier in hebben en ik ga experimenteren met verschillende pruiken, verschillende kleuren, etc. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb nu al een kleine mini collectie pruiken en ik ga jullie vandaag er alles over vertellen. En jullie weten, ik wil er ook altijd topnotje uitzien, gewoon alsof het mijn echte haar is. Dus ik heb ook echt hele goede pruiken, zoals je kunt zien. Die ik nou op heb is ook een pruik, obvious. En een goede pruik hoeft niet per se heel veel te kosten, want bijna al mijn pruiken zijn van AliExpress. Maar ik heb er nog wel van alles mee gedaan, maar ik ga jullie dus vandaag alles vertellen hoe je gewoon precies deze exacte pruik kunt krijgen die ik heb voor niet al te veel geld. Er is maar één pruik die is echt 800 euro. Voor de rest zijn alle pruiken echt gewoon betaalbaar. Dus ik ga jullie vandaag alles vertellen waar ik het heb gehaald, wat ik ermee heb gedaan. En alle info staat ook nog beneden in de beschrijving met ook linkjes erbij waar je ze kunt bestellen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het niet wel leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, voordat ik begin even wat extra informatie. Deze make-up look heb ik in de video hiervoor gemaakt. Dus als je wilt weten hoe ik deze prachtige look heb gecreëerd, bekijk even die video. Wat heb ik op de lippen? Ik heb mijn Morphe lippot loodje op in de kleur Sweet Tea. Met deze matte liquid lipstick van Dose of Colors in de kleur Supernatural. Echt een hele lichte nude kleur. Heel mooi. En daaroverheen ben ik ingegaan met deze nude lip gloss van Iconic London in de kleur Love Struck. Dus deze lip combo heb ik nou op. Is echt de perfecte nude voor mij. En ik krijg ook heel vaak vragen over mijn Y-Food shakes. Ik promote deze shake echt al maandenlang of zo. Jullie hebben er al 100 keer mij erover horen raven. Dit is een maaltijdshake. Het bevat 500 calorieën. En één fles is gewoon één maaltijd. Dus of ontbijt of lunch, daar gebruik ik hem voor. Gewoon heel handig voor to go. Als je onderweg bent. Of als je gewoon niks kunt eten. Maar wel echt de energie moet hebben. Dat heb ik vaak vooral in de ochtend. Vooral wanneer ik iets echt actief ga doen. Ik kan gewoon niks eten in de ochtend. Maar ik moet wel de energie hebben. Dan is dit allemaal heel makkelijk. En ik heb ook heel vaak de vraag gehad van Sarah. Welke smaken zijn lekker, welke moet ik halen, et cetera. Ik hou persoonlijk echt van choco. Kijk, die heb ik hier ook. Dat is deze Classic Choco. Dit is echt mijn fave. Maar ben jij nou een nieuw en weet je gewoon niet welke smaak jij lekker zou vinden? Ze hebben ook deze pakketten. En deze pakketten zijn super handig als je niet weet welke smaak je moet hebben. Je krijgt hem echt zo binnen met 5 verschillende smaken shakes. En dat is echt ideaal als je gewoon wilt experimenteren met smaken, et cetera. Je hebt de smaak Smooth Vanilla. Je hebt dus Choco. Crazy Coco is ook heel lekker. Cold Brew Coffee. Die vind ik niet zo lekker. Maar als je houdt van koffie is deze ideaal voor jou. En ook een lekkere Happy Banana. Dus ik zet ook een linkje hiervan beneden in de beschrijving. En ik heb ook een kortingscode, obvious, die je kunt gebruiken. En zo'n pakket is echt ideaal. Ik heb hem ook vaker gehad. Ik heb hem nou ook weer gehad terwijl ik geen beginner ben. Ik weet welke smaken ik lekker vind. Maar af en toe vind ik het gewoon leuk om verschillende smaken ter variatie te hebben. Dus nog even snel over dat. En je krijgt er ook altijd een handig boekje bij met wat informatie over Y-Food. Want ze hebben meer, hè. Ze hebben ook deze dingen ook heel lekker in 4 verschillende smaakjes, et cetera. Dus ze hebben niet alleen de shakes, maar een heleboel. Dus neem zeker even een kijkje. Mijn laptop is bijna leeg. Ik heb net een andere video gemaakt, dus alles is nou leeg. Ik ga even mijn oplader halen en dan gaan we echt beginnen aan deze video. Oké, we gaan gewoon lekker beginnen met de pruik die ik al op heb. En dit is mijn blonde pruik. Hij is niet echt blond, hij is meer bruin met blonde highlights. Maar dit noem ik mijn blonde pruik, want dit is mijn lichtste pruik. Toen ik dus wist dat ik pruiken ging dragen, wist ik al gelijk ik moet één blonde pruik hebben. Want ik vind het zo leuk om blond haar te hebben. Mijn echte haar is gewoon zwart, is gewoon heel donker haar. En bleken beschadigt je huid extreem. Vooral mijn haren, ik ben wel eens echt blond gegaan en echt door alles gebleek, is heel mijn haar er half uitgevallen en zo. Dus ik
ik wilde mijn haren nooit meer bleken. Wat dus inhield dat ik helaas nooit meer lichtere haren zou hebben. Dus ik zag dit als de ideale opportunity om weer lichte haren te hebben. Dus ik heb gelijk een lichte pruik ingeslagen. Zo lang is hij. En dit is dan zeg maar hoe hij er van achteren uitziet met van die highlight. Dit is een hele lange pruik. Hij is 24 inch. Ik weet van alle pruiken even niet uit mijn hoofd wat er allemaal precies is. Maar het staat hier in beeld en beneden in de beschrijving. Ik vind dit echt een prachtige pruik. En al mijn pruiken hebben ook zo, als je kunt zien, een pony. Want ik vind het met een pony er veel meer natuurlijk uitzien. Alsof het gewoon echt mijn echte haar is. Want anders heb je hier zo die neppe grens. En die vind ik er altijd heel nep uitzien, dit zo. Dus ik knip gewoon overal en up. In. Ik moet wel zeggen, ik heb deze pruik een beetje verpest. Ik heb hem nu ook vast met een klepje zo achter, zo twee plukken. Want deze girl had weer geen geduld. De persoon die al mijn haren knipte en alles is mijn zus. Want zij is echt fantastisch met haren. Zij kan echt mooi knippen, alles mooi maken. Ik niet per se. Maar toen deze pruik binnenkwam, was ik zo enthousiast dat ik hem gelijk op wilde doen. Maar mijn zus zat in Spanje, dus ik moest wachten. En ik had geen geduld en ik moest per se pony hebben. Dus ik heb gewoon letterlijk zo geknipt en toen heb ik het gewoon helemaal verkloot, zeg maar. Nou heb ik allemaal zo van die plukken, zeg maar, hier. En het is gewoon niet meer mooi als ik het nu gewoon losraak. Mijn zus heeft het erna nog wel gefixt. Ze heeft het nog zo bijgeknipt en alles. En nou is het op zich wel gewoon mooi. Alleen ja, je hebt nog wel zo die rare plukken die ze gewoon niet meer kon fixen, helaas. Dus nou draag ik het gewoon met een clipje. Maar zo met een clipje vind ik het op zich ook wel gewoon cute. Dus al met al is het nog wel gewoon goed gegaan. Ik moet zeggen, ook de kleur vond ik niet mooi. Ik heb deze pruik besteld bij AliExpress. Super cheap. En ze hadden een meer blonde versie en deze beetje Beyoncé-achtige highlight versie. En ik dacht, ik ga voor die look, maar ik vond hem te rood-oranje. Hij was heel oranje, zeg maar. Dus ik adviseer om de blonde te doen en niet deze kleur. Want ik ben nog hier overheen gegaan met twee pakken blonde haarverf om het zo mooi te krijgen. En mijn zus heeft ook hier een soort van bruine kleur overheen gedaan als uitgroei om het helemaal te fixen. Dus deze kleur is niet de kleur die je krijgt als je hem bestelt. Er staat een linkje beneden in de beschrijving van echt gewoon deze pruik die ik heb besteld. En ik zal ook een linkje plaatsen van de blonde, want die zal ik dan doen. Want ja, ik vond hem toch niet zo mooi. Maar als je exact dit wilt, blond erin, uitgroeien en klaar. En een pony en klaar. Als jij niet weet hoe je zoiets moet knippen, ga gewoon lekker naar de kapper. Doe gewoon je pruik op. Laat gewoon zien wat je wilt. En dan kunnen hun het ook gewoon voor jou knippen. Oké, dit is nu op dit moment mijn meest gedragen pruik. Want ik vind het gewoon leuk om licht haar te hebben. Maar ik heb ook nog een heleboel andere. Dan heb ik hier mijn aller duurste pruik. Deze kostte €800. En heb ik hier gehaald bij Mi Bella Hair. Dat is een winkel in Rotterdam. Maar ik heb gewoon online met haar gepraat. En haar gewoon gevraagd, ja, wat ik dus wilde. En zij heeft gewoon deze pruik voor mij laten maken. Hij is super mooi, heel donker. Zo is hij van de achterkant. Hij is super duper lang. En I love it. Ik wilde een pruik die gewoon leek op mijn echte haar als ik het had gestyled. Dit is letterlijk mijn echte haar wanneer ik het gewoon stijl. Ook de kleur zo donker. Dit is gewoon exact mijn haar, maar dan met een pony. Als je je nou afvraagt, als je wat meer betaalt, is de kwaliteit dan ook echt beter? Ja, deze is wel echt beter dan mijn andere pruiken. Hij is dikker. Hij is gewoon beter in elkaar gezet. En de kwaliteit van het haar is ook gewoon echt iets beter. Zijn die anderen slecht? Nee, die zijn ook absoluut goed genoeg. Maar je ziet wel verschil als je wat meer betaalt. Dus ja, ik vind hem wel heel mooi. Maar in principe, die andere pruiken zijn echt prima. Echt waar. Deze blonde is echt gewoon fantastisch. Maar goed, dit is dus echt een prachtige pruik. Oké, wat heb ik hiermee gedaan? Dit is ook 24 inch. Wat heb ik hiermee gedaan? De pony. Mijn zus heeft die geknipt. Zij had hem ook al geknipt, maar ik vond het niet heel mooi hoe ze het had gedaan. Hij was te dun. Hij was zo horizontaal geknipt. Ponies moet je niet zo knippen. Die moet je zo als een soort van driehoek knippen. Dus vanuit hier en dan zo. En dat heeft mijn zus dus alsnog gedaan. En nou heb ik echt de perfecte bangs. Dit zijn curtain bangs. Dus ze vallen zo naar de zijkanten. En dat is dus wat ik wilde. Dus dat vind ik heel mooi. Je kunt het ook gewoon zo doen. Zeg maar, ik kan het dragen hoe ik het wil. Maar ik doe het altijd gewoon zo naar de zijkanten. En dat is ook hoe zij al mijn haren heeft geknipt. Want dat vind ik mooier. Ik vind het mooi als je hier nog wel wat huid ziet. Deze is echt fantastisch, jongens. Echt de €800 waard. Als jij iets hebt van ik ga echt voor de beste pruik ever, dan zou ik haar zeker aanraden. Linkje staat beneden in de beschrijving. En als je echt een specifieke pruik wilt, bericht haar gewoon. Ik heb haar gewoon geappt en zij heeft gewoon gemaakt wat ik zocht. Dus ja, ik ben hier wel echt heel blij mee. I love it. De kleuren en alles is gewoon exact hoe het binnenkwam. Enige wat we dus hebben veranderd is de pony. En I love it. Lekker mooi.
Lekker lang, echt fantastisch. Dan hier mijn krullenpruik. Ik was op zoek naar een pruik die exact zou lijken op mijn echte krullen. Als je mijn video's hebt gezien waar ik gewoon nog mijn prachtige echte krullen had, zie je hoe mooi mijn krullen waren. Dus ik zocht een pruik die leek op mijn krullen. Echter is het heel moeilijk om mijn krullen te vinden in een pruik in nephaar. Dat ik heb mijn best gedaan en dit is het beste wat ik kon vinden. Deze krullen zijn iets kleiner dan mijn echte krullen, maar ik vind ze wel echt prachtig. Echter heb ik hier ook een pony zoals je kunt zien en ik vind het mij gewoon niet staan. Ik vind pony bij krullen gewoon niet mooi, maar ik vind het zonder ook niet mooi, want dan heb je zo die rare haarlijn weer. Dus ik weet niet, ik heb het gezien bij anderen en misschien vergelijk ik het ook gewoon te veel met mijn echte krullen. Maar ik vind het wel mooi, maar ik vind het niet fantastisch. En ik vind het met een stijlhaar echt fantastisch, maar met krullen weet ik niet. Ik moet eraan wennen ofzo en dat is ook waarom ik deze pruik niet zo vaak draag. Ondanks het feit dat deze het meeste op mijn echte haar lijkt. Los van dat vind ik het wel echt een prachtige pruik. Echter is deze pruik wel helemaal aangepast door mij. Ik heb hem besteld in een hele lange inch. Kijk hoe mooi die is van achteren. Hij is super dik. Hij is echt fantastisch. De kwaliteit van deze pruik is echt top notch. Alsof je echt gewoon 800 euro heeft. Hij was toen ik hem binnen kreeg zo heel lang. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een pony geknipt. Dat heb ik gedaan. En mijn zus heeft vervolgens echt de hele pruik geknipt. Hij is minder lang en hij heeft ook nog heel veel laagjes. Dus als je deze exacte pruik haalt die ik heb gehaald, gaat het totaal niet lijken op dit. Want hij is echt helemaal veranderd. Als jij dit zou willen, dan moet je dus pony knippen. En laagjes om het wat meer bol te krijgen. Want dat is wat ik wilde. Ik wilde nog wel een beetje lang, maar meer bol. En ik vond hem te lang en te plat. Dus dat is wat mijn zus heeft gedaan. En dat is heel mooi. Dus als jij dat ook wilt, ga gewoon naar iemand toe. Kapper, zeg gewoon ik wil laagjes en boller. En dan heb je ook gewoon wat ik heb. De kwaliteit is absurd. Dit is echt een van de beste pruiken die ik ooit heb gehaald bij AliExpress. Hij is super duper goed. En ik vind hem echt prachtig. Hij is lekker dik. Hij klit niet. Hij valt niet uit. Het is op zich echt gewoon fantastisch. Ik vind hem echt heel mooi. En zodra mijn haar weer ongeveer zo lang is, kan ik het gewoon hier zo voor mijn echte haar laten. En dan ga ik ook deze pruik zo hier knippen. En dan zo mijn echte haar hiervoor laten. En dan heb ik denk ik gewoon de perfecte look. Die gewoon het meeste lijkt op mijn echte haar. Maar deze is ook wel echt fantastisch. Mits je hem helemaal aanpast. Dan heb ik hier een van mijn weinige pruiken die echt nep haar is. Dit is geen mensenhaar. Dit is echt gewoon nep plastic haar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Al mijn pruiken van net waren allemaal gewoon echt menshaar. En dat is ook waar mijn voorkeur altijd naar uitgaat. Vooral als het heel lang is. Dit soort haar gaat super makkelijk klitten. Vooral als het lang is. Dus dan vind ik het echt helemaal niks. En het lijkt ook gewoon vaak wat nepper. Het heeft zo die neppe glanzende gloed. Maar deze pruik is een van de weinigen die echt fantastisch is. En echt gewoon op echt haar lijkt. Hij is zeg maar zo kort. Het is zo'n boblijn. En ik vind hem echt heel cute. En deze pruik heb ik al jaren. Deze heb ik al 2 jaar of zo. Want deze had ik ooit gewoon gehad. En ik vond ook gewoon leuk toen ik gewoon nog mijn echte haar had. Om gewoon af en toe pruiken op te doen. Gewoon voor de lol. En deze is fantastisch. En ik denk omdat hij dus niet zo lang is. Dat hij ook niet anders zo gaat klitten. En er gewoon beter uitziet. Ik vind deze ook heel mooi met een clipje in. Ik ga het jullie laten zien. Kijk, zo. Is het niet te mooi? I love it, jongens. Ik vind deze fantastisch. Dit is wel echt blond. Kijk nou, is hij zo vast met een clipje. En dit is dus hoe ik hem draag. En ik vind hem echt fantastisch. Ik heb hem echt hele dagen opgehaald. Ik had hem ook op met kerst, volgens mij was dat. Ja. En echt heel blij mee. Ik vind hem heel mooi. En hij maakt me ook een stuk volwassener. Vinden jullie niet? Ik lijk nu echt op iemands moeder of zo. En ik zou zoiets willen in het heel lang. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Dus ik denk dat ik dat nog ga bestellen. Want kijk, deze is echt absoluut niet zo blond als deze. Dit is gewoon echt lichtbruin. Dus ja, I love it, jongens. Is het niet echt prachtig? En het lijkt gewoon heel mooi door deze donkere uitgroei. Met deze pruik heb ik niks gedaan, behalve een pony. Die heb ik geknipt. Voor de rest is dit gewoon letterlijk hoe die binnenkomt. En hij is super goedkoop. Ideaal als je echt gewoon een budget pruik zoekt die gewoon fantastisch presteert. En dan heb ik hier nog mijn minst gedragen pruik. Dit is ook echt haar in een boblijn. En deze vind ik gewoon niet zo mooi. Ik weet niet wat voor look ik verwachtte. Deze kwam gewoon al binnen gewoon met een pony. Maar ik vond hem niet heel mooi. Want hij was heel dik en heel strak. Dus mijn zus heeft hem weer een beetje veranderd. En nou is die wel echt een stuk beter. Maar ik moet hem even recht zetten. Maar ik vind het niet mooi hoe het ook is geknipt. Het is al vanaf hier gewoon geknipt zo naar hier. En dat vind ik gewoon niet zo mooi. Dus ik hou het gewoon voortaan op normale pruiken. Waarin ik gewoon knip. Want dan is het echt veel beter. Ik vind hem ook echt gewoon
ja, iets te dikkig of zo. Er is hier allemaal veel te veel haar en ik wil echt wat minder haar. Al met al is hij gewoon wel cute. Hij is echt super kort. En ik wilde gewoon een leuke bob, maar dit is niet per se wat ik eigenlijk zocht. Ik weet ook niet precies wat ik zocht, maar niet dit. En ondanks dat het wel echt haar is, was hij dus niet zo duur, want hij is heel kort. Ik heb iets van 10 inch gedaan of zo. Als dit jouw look is, dan is hij echt ideaal. De kwaliteit is goed. Het is heel zacht haar. Het is echt het zachtste haar van alle pruiken die ik heb. Dus dat is wel top. Ik vind het alleen mij niet zo staan. Of wel. Wat vinden jullie ervan? Let me know. Misschien ook zo mooi met een clipje. Oh, dit vind ik wel. Alles is beter zo met een clipje. Kijk, zo is hij wel echt een stuk beter. Oh, dit vind ik wel echt. Oh, ik heb hem nog nooit gedragen met een clipje. Oh my gosh, dit haar is zo zacht. Dat is echt niet normaal. Oh, zo vind ik hem echt veel leuker. Ik ga stuk. Weet je op wie ik nu lijk? Op Kourtney Kardashian. Vinden jullie niet? Zij rockt dit gewoon echt als een pro. Bij haar is het soort haar altijd zo mooi. Ik moet zeggen, nu ik er wat langer naar kijk, begin ik er een beetje aan te wennen. Oké, nog heel even snel. Ik was al klaar met deze video. Ik heb hem al helemaal afgemaakt. En ik dacht, ik ga deze pruik een beetje bijstylen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb het zo gedaan dat het meer zo rond valt. En nou is hij echt nog mooier. Kijk, zie je dit? Nou valt hij hier zo rond. Net viel hij zeg maar zo naar buiten. En dit is echt perfect. Dit is echt gewoon nou wel iets wat ik zou dragen. Kijk, nou is hij een stuk mooier nu hij zo naar binnen valt. I like it. En dit wilde ik jullie nog eventjes laten zien. Ook heel leuk zo nog met zo twee plukken. Maar nou is hij gewoon zo los ook mooi. Zien we dit? Ik vind hem echt leuk. Dit is mijn laatste pruik. Er is nog één pruik onderweg en die is rood. Ik ga hem jullie laten zien. Deze pruik wordt echt fantastisch. Kijk even deze kleur. Hij is niet heel felrood. Hij is zo bruinrood. Echt fantastisch, jongens. Deze heb ik besteld. En deze komt dus binnenkort binnen. Ook in heel lang. En ik vind hem echt gewoon fantastisch, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd naar die pruik. Maar die gaan jullie zeker zien op mijn Instagram als die binnen is. Dus volg me vooral ook daar. Nou, mensen, dit was het dan voor vandaag. Dit was de video met al mijn pruiken. Alle informatie staat dus beneden in de beschrijving. Als je een meer kant-en-klare pruik wil die gewoon in één keer goed is, dan raad ik je aan om gewoon wat meer geld te besteden. En als je best wel handig bent of gewoon iemand hebt die het een en ander kan fixen, dan raad ik zeker AliExpress aan. Ze hebben ook echt de beste pruiken daar. Letterlijk al mijn pruiken zijn vandaar, inclusief deze bob. Maar ja, ik doe het altijd gewoon nog hier en daar veranderen naar de perfecte pruik voor mij. Dus ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video en het leuk vonden. Let me know in de reacties. Dragen jullie pruiken? Hebben jullie mensen om je heen met een pruik? Ik hoop oprecht dat jullie iets hebben aan deze video. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!